Zou het geen grapje zijn? Tja, het is maandag 1 april. Op die dag wil Elburg uit de EU stappen. Ja, er zijn heel veel inwoners die dat graag willen. Die gaan aanstaande maandag erover in gesprek met de gemeenteraad, want ze willen graag dat we weer zelfstandig worden. De passerende toeristen zijn een stuk minder enthousiast. Nou, ik vind het een onwerkelijk idee, maar wel een heel leuk idee. Nou, ik vind het geen goed idee. Ik vind het niet goed. De vraag is natuurlijk of Elburg zelfstandig mag beslissen om uit de EU te stappen. Nou, dat gaan we maandag vragen aan de gemeenteraad. Maar de inwoners zelf zijn vol enthousiasme. En die zijn zover dat ze de munt al geslagen hebben. En dat je voortaan met de munt kunt afrekenen in de stad. Want met het uittreden uit de Europese Unie komt ook de euro te vervallen. In Elburg hebben ze al een alternatief. Dat is het Elburgs Admiraaltje. Die kunnen mensen straks in Elburg verkrijgen. Op het moment dat ze een aankoop doen, krijgen ze een admiraaltje mee, zullen we zeggen. Dat is straks een officieel betaalmiddel voor iets. En elk ondernemer is daar vrij genoeg in om te kijken wat hij daarmee doet. Elbrexit dus, op 1 april. De munt zal hoe dan ook blijven bestaan. Ter ere van admiraal van Kinsbergen, een van de grote Elburger helden. De poort gaat even dicht om te vieren dat we het Van Kinsbergenjaren officieel dan gaan openen. Met een hele mooie munt, met aankleding van de stad, met heel veel acties komend jaar. En met heel veel culturele activiteiten rond Van Kinsbergen.